Zie je, staan zit, staan zit. Een nieuwe week, een nieuwe vlog. We zijn er weer. Het is vandaag zondag. We hebben vorige week natuurlijk een weekje overgeslagen. Toen was de trampoline video online gekomen. Heb je hem nog niet gezien? Hij is hier. Of hier? Ja. En laat even weten wat je ervan vond. Wij vinden hem zelf heel erg leuk, hè? Ja. En wie had er gewonnen? Gaan we niet zeggen. Oh. De jongens zijn een weekendje weg. Die komen einde van de dag weer, als het goed is. Ja. En wij hebben een hele drukke dag. We zijn nu al bij... Minus voor een fotoshoot. Niet lachen hoor, Fiona. Niet lachen. Niet lachen. Nou, nu hebben we een fotoshoot voor dit fietssetje. We hebben er zin in, zo te zien. Dat doen we hier bij Transferium. Dan hopen we even een mooie foto te maken. Later. Later. Doei. Doei. We zijn onderweg naar... Gouda. Goudse kaas. Even naar een hele mooie locatie als het goed is. Als het goed is wel, ja. We zijn op de locatie. Fiona is net wakker. Dan lag ik het zwerk, hè? Deze locatie is echt heel mooi. Dan gaan we daar zometeen nog een shoot doen. Eerst even een ander meisje. Daarna jij, hè? Fiona was even nog aan het wakker worden. Nou... Hier kunnen we genoeg inspiratie op doen, Dennis. Ja, heel mooi. Heel mooi. En deze muur kan ook nog schuiven. Dus, ja, zie. Grappig. Nou, we zitten hier heerlijk in het bedje, want we hadden iets leuks gekregen door de bus. Andersom. Ja, gelukstof voor kids. En Fiona heeft al een lievelingskaart, laat hem eens zien. Wat staat erop? Kijk, het is een unicorn. En er staat op, ik ben geliefd, ik ben waardevol en wordt van mij gehouden. Wauw. En die kaarten kunnen onzekere kinderen een beetje meer zelfvertrouwen geven. Ja, maar willen jullie... Dat? Affirmatie. Affirmatie, ja. Affirmatiekaarten. Het is niet dat jij onzeker bent, toch? Maar voor sommige kinderen is dat wel fijn. Nou, en ik denk voor iedereen leuk. Voor iedereen leuk om te horen. Je kunt iedere dag je eigen geluksmomentje creëren. Nou, laat maar zien hoe jullie dat doen. En ik vind deze ook het leukst. Wauw. Oh, die is ook leuk. Ik heb vertrouwen in wie ik ben. Ik mag er zijn. Nou, als jij de kaart een keertje zo open doet, dan kan zij er even eentje pakken. Ik heb hier een kaart. Welke ga je pakken? Deze. En wat is het? De schatkist. Als ik dankbaar ben voor wat ik heb... ontvang ik meer om dankbaar voor te zijn. Wauw. Trots op papa. Ja, zeker. Gaat goed, hè? Kom maar. Trots op je. Het is dinsdag. Ja. Waar ben je geweest? School. Ja, je bent alweer uit school. Dus wij gaan zo meteen iets leuks doen, wat we elke week doen. Maar dat gaan jullie natuurlijk zo zien. Ja. Vorige week, toen hebben wij wel nog één dingetje opgenomen. En dat gaan jullie nu even zien. Het was samen met Jilles. Dus het is hoog in de lucht. Waar is die? Al in de lucht. Even gezellig met Jilles de lucht in.
onze vriend Jillus, die was vanuit Italië weer even 2 weken in Nederland. En hij had zijn paramotor meegenomen, waarmee we dus 's ochtends vroeg even gingen vliegen. We hebben verschillende dingen vanuit de lucht naar beneden gegooid, zodat we wat leuke content konden maken voor bijvoorbeeld onze Instagram en TikTok en de shorts hier op YouTube. Op een gegeven moment was ik aan het videobellen met Vera, hoog in de lucht. En dan ging het helemaal mis met de telefoon. Zie hier de video die daaruit is ontstaan. Niks meer. Waar is die? Oh, doet hij het nog? Ja. Yes, hij doet het nog. We zijn er weer. En Vienna heeft tegenwoordig een rijboek, rijlaarzen, een cap en body protector. Hey, nu kunnen we springen. Grapje. Maar we hebben nog geen rijshirt. Wat hebben we nog niet? Rijshirt? Ja. Dat had mama ook nooit, dus deze is denk ik goed, toch? Wat staat er op jouw broek, hé? Gaat het goed? We zijn weer lekker aan het oefenen met lopen. Luistert ze goed vandaag? Oké, ga maar op de hoefslag. Dus helemaal aan die kant. Ik kan heel goed staan zitten. Ik kan heel goed staan zitten, jongens. Laat het zien dan. Zie je. Staan, zit. Staan, zit. Nog een keer. En weet je wat ze ook kan? Laat dat eens zien. Laat het zien dan. Kijk dit eens. Nog een keertje. En dat is wel handig als ze straks ook gaat sturen, want dan moet ze ook niet die handen de hele tijd aan het zadel. Dat is knap hoor, Vienna. Handjes los. Mami, kijk daar nu wat jij bent. Oh. Dat gaat ook goed hoor. Vind je het nog spannend? Nee. Oh. Niet naar mij toe. Weg bij mij. Goed hoor. Goed hè? Ja. Oh, wat knap. Je blijft maar oefenen. Ik zie wel een kleine Amazone aankomen hoor, jongens. Oh, gaan we springen of zo? Oh. Handjes een beetje omlaag. Ja, goed zo. Wauw. Wie is dat, hé? Hey? Goed hoor. Kijk, nu gaat ze zelfs al aan de teugel. Gaan we lopen? Draf. Even rustig aan jij, hè? Poeh. Mama is weer moe. Het zit weer op, Vienna. Ik vond het heel leuk. Ja? En hoe zit je rijbroek? Lekker. Gelukkig. Heel lekker. Nou, ik had een leuke schooldag, alleen ik had voor de eerste keer brigadier. Mama wist nog niet dat ik deze week brigadier had. Ze is klaar over, hè? Ja, eigenlijk ook, kan ook. Ik moet brigadieren, maar mama wist dat dus niet. Maar dan moet ik altijd wat later naar school. Dus zij was mij denk ik een beetje aan het zoeken bij de schoolplein. Toen zei de juf dat je dat aan het doen was, gelukkig. En toen uiteindelijk ging ik weer terug en toen zag ze mij. Was het leuk? Nee. Niet? Ga je? Nee. Oh. Wat dan? Ik vind het gewoon niet zo leuk. Oversteken. Oversteken? Ja. Nou, moet je goed opletten. Links. Ga maar verder. Links. Go. Is dat toch een brigadier? Nou, het is echt zo lekker weer. Nou, het is heerlijk. Echt goed heet. Het is gewoon echt heet, ja.
Het is dus donderdag. En vandaag ben ik bij de garageverkoop geweest. Nou, jullie op school. Ja. Eli, of Lamero is helaas een beetje ziek. Dus die was thuis. Ik wil dit ding hier uit de hoek hebben. Omdat dat echt een doorn in mijn oog is hoe dat hier zit. Nu had ik deze gevonden. In een kastje. Dat krijg je als je aan het opruimen bent. Daar is onze zieke kind. Hoe gaat het? Beter, maar ik ben nogal ziek. Oh. Maar dan wil ik hem graag hier ophangen. Hier. Dat hij een beetje uitzicht is. Of in de kast. Maar ik weet niet. Wat denk jij dat dat kan of niet? Ja, als je een gat in die kast maakt. Dan hangen of zetten? Ja, kan eigenlijk allebei, hè? Maar je hebt al een gat erin. Ik heb een gat erin gemaakt, ja. Wacht, eerst moet je kijken of dat past. Deze is denk ik ook goed. Eli, het internet is uit. Oké. Lamero houdt wel van alles een beetje klussen, hè? Ja, vooral met internet. Voor de draad. Goed game. Je ziet ook gewoon dat het goed wordt gedaan. Ja. Maar jou ook wel als het een beetje netjes eruit ziet. Ja. Ziet er niet heel mooi uit, maar ja. Hoi. Oké, we moeten even kijken. Gaan we hem neerzetten of gaan we hem ophangen? Jij moet je even pakken. Nou, top. Ja. Het is vrijdagavond. We wisten niet wat we gingen avondeten. Ik had al 2 dagen geleden gezegd, ik wil iets graag eten. Het staat op TikTok. Hoe heette het? Sput of zo, dacht ik. Ik weet het niet precies. Gepofte aardappels. Ja, wij hebben kruimige. Ja, met witte bonen met tomatensaus. Deze. Kaas. De kaas. En een soort knoflooksausje. En boter. Vienna is bij opa en oma. Ja, dus die eet niet mee vanavond. Lamero is nog steeds een beetje ziek, maar die eet vast al mee. En Dennis is naar een soort van bedrijfsfeestje. Dus wij gaan even koken. Wat vind je eigenlijk van koken? Ik vind het niet zo leuk, maar het is wel gewoon, als je het 1 keer doet, is het misschien wel een beetje leuk, maar als je het vaker doet, niet. Het is wel gezellig met z'n tweeën, hè? Ja. Okay. We doen er maar 5, want we eten toch maar vanavond met z'n drieën. En we weten nog niet dat we het heel lekker vinden, want het is de eerste keer dat we het gaan eten. Koud te eten. Een beetje boter, dat er doorheen plakken met je vork, alsjeblieft. Ik vind dit heel lekker altijd, dus dat doe ik extra veel. Het vlees heb ik al geproefd, dat is wel lekker. Maar nu gaan we proeven wat ik echt wil. En heb ik gemaakt, nee, helpen. Je ziet dat de kaas zo gesmolten. En nu ga ik een hap nemen. Ik vind het wel lekker alleen de kaas. Niet. Een kaas erbij. Dus je neemt er zo eens zonder kaas. Ja. Even een voice-over, want het geluid deed even een beetje raar. Ik heb wel met kaas, yoghurt, knoflooksaus. Ik weet het niet zo goed. Ja, eerlijk zijn, hè, mama? Ik proef eerlijk gezegd meer die tomatensaus. Oh, heb jij al mijn tomatensaus weggepakt? Het gaat wel. Oké. Okay. Het is niet een heel groot succes, maar het is ook wel prima voor 1 keer, toch? Even. Ja. Ja, het is wel gezellig met je koken, Eli. Ja, dus vorige keer als we aardappel en rode bonen, witte bonen met rode saus gaan eten, dan wil ik wel de rode bonen op de aardappel. Zonder kaas. Ja. Lekker. Top! Wij vonden het niet zo heel lekker. Ja, de kaas natuurlijk.
Ik vond alles lekker, behalve het glas. Zaterdag. Voetbaldag. Lamero gaat waarschijnlijk niet voetballen, want die is nog een beetje ziek. Jij wel? Nou, Vienna is ook snotterig. Maar ja. En jij? Ja, bij mij niks aan de hand. Met jou? Wij ook gelukkig niet. Topfit. Nou, we gaan eens even zien. Elens, heb je zin in? Ja. Mero, niet gevoetbald, hè? Ja. Hoeveel hebben jullie gewonnen? Weet niet, 10-2 of zo. Echt goed, hè? Ja. Hoe ging het? Goed. Echt heel goed, hè? Ik had één keer gescoord. Ik ging heel mooi. Ik ging langs de zijlijn en toen ging de bal. Ik schoot een binnenkant en toen ging hij zo. Ja. En toen ging hij de kruising. Want ik zag dat de keeper uit zijn goal was. Ja. En toen schoot ik maar. En toen ging hij erin. En een mooi voorzet. Ja. Had je mijn goal gefilmd? Denk het niet, maar je hebt echt goed gevoetbald, Eli. Ik ben trots op je. Goede dribbles. Ja. Goed overgepaast. Dit is alweer het einde van de vlog. Jongens, zijn weer weg. En wij gaan. Wat gaan we doen? Naar een feestje. Wat voor feestje? Disco party. Joehoe. Mijn tante is 60 geworden, dus hebben we een feestje van. Dus dan gaan we gauw heen. Let's go. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei.